Ik ben doorverwezen door de huisarts naar de psycholoog. Die heeft het over CGT. Wat houdt dit in en werkt dit wel goed? Ja. En wat je vaak dus ziet, is dat cognitieve gedragstherapie vaak een eerste keuze behandeling is. Uit onderzoek blijkt dat nou ja, grofweg tussen de 40 en de 60, 70 procent en enkele 80 procent van de mensen ervaart daar echt forse klachtenreductie van. En voor sommige mensen, voor ja, een gedeelte van de mensen is dat genoeg. Maar voor een ander gedeelte denk ze van hé, hey, rationeel, cognitief gezien weet ik dat het allemaal zo werkt. Maar als ik onderliggend... Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, mijn bodyarts. En naast me zit Aisha, neuropsycholoog en neurowetenschapper. En deze week hebben we weer een vraag. Gesteld gekregen en die leidt als volgt: Ik ben doorverwezen door de huisarts naar de psycholoog. Die heeft het over CGT. Wat houdt dit in en werkt dit wel goed? Nou, goed nieuws dat we een psycholoog aan tafel hebben zitten. Een neuropsycholoog. Ja, CGT, dat staat. Uh... Weet jij waar het voor staat? Cognitieve gedragstherapie. Ja, ja. dat weten we nog wel uh, natuurlijk. Binnen de huisartsenpraktijk. Zijn er ook best wel vaak uh, mensen die daar bijvoorbeeld naar vragen? Of als je mensen doorstuurt voor CGT, ja. dan doe je dat wel eens. Maar wij zelf doen dat niet echt. Misschien een beetje onbewust, maar niet zeg maar, de hele behandeling, de oh, therapie. Ja. Dus als je op thuisarts.nl kijkt en je kijkt naar veel voorkomende mentale klachten of stoornissen, dan staan daar ook wat tips in dat je weet? Ja, een beetje bij angst en met depressie. En, 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 we zijn er alleen gewoon niet in gespecialiseerd. Nee, nee, snap ik, snap ik. Ja. ja, want wat jij, jij hebt het denk ik wel uh, vaker gedaan. Want. Oh, er vliegt iets rond mij, sorry. Maar wij hebben, ja, ik heb wel vaker mensen doorgestuurd naar de psycholoog van CGT. Ja, ja, zeker. Ik ben dan benieuwd. Hoe, uh, hoe gaat dat? Hoe begint dat? Dus uh, misschien, uh, misschien laten we eerst beginnen met van uh, wanneer doe je CGT? Nou, CGT dat is eigenlijk heel erg breed. Dus wat denk ik belangrijk is, is dat um, Nou, misschien een korte herhaling voor onze vaste luisteraars, maar uh, misschien voor de nieuwe mensen. Kijk, op het moment dat jij mentale klachten hebt, dan um, is vaak een eerste stap is dat je naar de huisarts gaat. Hè? Naar uh, mensen als Chris. Mm -hmm. um, en op het moment dat je naar de huisarts gaat, dan uh, wordt er eigenlijk een inschatting gemaakt. Dan kijken ze van, hé, zeker dat je wat angstig bent of wat somber bent. Dan kijken ze van, hé, hey, kan jij um, terug met, uh, ja, ja, kunnen wij jou wat praktische... Tips en tricks meegeven. Helpt het om, ik zou zeg maar, de basics, de leefstijl. om dat wat meer te uppen. wat meer dagstructuur of wat meer. Uh, ja, stresstolerantie. stress-tolerantie. En dat kan vanuit de huisarts zelf. of vanuit de uh, POH-GGZ. Dat is de praktijkondersteuner gespecialiseerd in. GGZ-achtige hulp. Dus eigenlijk in mentale klachten. Ja, en dat is overigens. geen psycholoog, want dat is wel een veelgemaakte misvatting. Ja, het zegt de praktijkondersteuner. Dus je zou het. ja. Dit is vaak een uh, hbo geschoolde uh, ja, specialisatie. Waarin je dus eigenlijk gaat kijken van hey, veel voorkomende mentale klachten. Hoe kan je iemand eigenlijk op weg helpen? En ook op het moment dat je ergens vastloopt in je leven, dat je wat kan ventileren of dat je gewoon een luisterend oor hebt en iemand die met je meedenkt. En je eventueel nog wat praktische tips en adviezen kan geven. Het is eigenlijk meer een coach. Zou je het niet zo kunnen zien? Uh, ja en nee. Uh, ik. Denk eigenlijk in die zin, het is dus wel een coach omdat hij met je meedenkt en kijkt en helpt, maar officieel zou een coach zich meer richten op uh, mensen zonder, zonder mentale klachten, maar die gewoon eigenlijk vastlopen in uh, veel voorkomende problemen, uh, terwijl een POH GGZ, die hebben wel iets meer kennis van mentale klachten en stoornissen. Dus die kunnen iets meer dat onderscheid, denk ik, maken. Ja, zit er tussenin dan, om het even simpel te houden? Ja, zit er een beetje tussen een coach en een psycholoog in, inderdaad. Maar het geeft geen intensieve uitvoerige nee. behandelingen of iets dergelijks. Nee, want, want wanneer, wanneer pas je CGT toe? Ja, dus dat is uh, waar ik eigenlijk naartoe wil, inderdaad. Kijk, op het moment dat je bij de huisarts komt en je hebt klachten... dan moet de huisarts eigenlijk officieel de inschatting maken van... hey, voldoe je aan een dsm classificatie He, dus voldoe je aan een volledige depressie, een paniekstoornis, een posttraumatische stressstoornis of iets dergelijks? He, dus is het eigenlijk ernstig genoeg, jouw mentale klachten, om je door te verwijzen naar de GGZ? Dus eigenlijk alle klachten waarbij het niet ernstig genoeg is voor een DSM-klassificatie. Officieel zou de huisarts je dan wat praktische tips en trucs geven, dan krijg je bij de praktijkondersteuner nog wat meer specifieke tips over angst of somberheid. En dan eigenlijk, als het goed is, word je dan niet doorverwezen. Ja. En worden eigenlijk alleen de ernstigere uh, klachten... die worden doorverwezen naar de GGZ. En stap 1 is dus vaak de basis-GGZ. En mm -hmm. bij de basis-GGZ dan krijg je dus inderdaad... als je daar komt, dan wordt er naar je klachten geluisterd... en wordt gekeken van, hey, uh, begrijpen we die klachten? En ja. ook verzekeringstechnisch voldoe je aan de klassificatie van een DSM. Omdat je dan dus recht hebt op vergoede zorg. Ja, en, en, en als je een klassificatie hebt, dan kun je daar ook... Bepaalde protocollen oplossen, natuurlijk. Ja, precies. En die protocollen die hebben dan natuurlijk ook wel wat ruimte voor de een op een. Maar het is inderdaad wel het idee dat op het moment dat jij uh, fors somber bent, dat wordt gekeken van: hey, heb je dan inderdaad een depressie? En als je een depressie hebt, dan wordt gekeken van: hey, wat zijn evidence-based eigenlijk de meest effectieve therapieën bij depressie? En hetzelfde geldt voor als je een paniekstoornis hebt, voor posttraumatische stressstoornis, voor obsessief-compulsieve stoornis, uh, sociale angst, gegeneraliseerde angst. Nou, je hebt eigenlijk een heleboel uh, ziektebeelden. Ja. Maar, ja. Waar, ja, want je noemt er een heleboel. Uh, kan je dan zeggen dat CGT eigenlijk voor alles bijna gegeven kan worden? De meeste dingen wel. Bijna alles? Bijna alles, ja. ja. Ik heb uh, nou, ik zou het eigenlijk even erbij moeten pakken. De, de protocollenboeken, dat zijn uh, drie, van zulke, drie van zulke boeken voor de, ja. voor de luisteraar. Nou, laat die maar gewoon in de kast, want we hebben, nee, we hebben niet zoveel aan drie of vierduizend pagina's aan informatie. Ja, maar de <laughs> meest voorkomende DSM-klassificatie, daar wordt dus eigenlijk gekeken, kijk, op het moment dat jij dus inderdaad een depressie hebt of een paniekstoornis hebt, dan, wordt er eigenlijk gekeken, dan is er vaak een eerste keuze behandeling. Hè? Stel je voor, jij bent nog nooit bij een psycholoog geweest en je voldoet inderdaad aan de criteria van een bepaalde klassificatie... dan wordt dus gekeken van hey wat heb jij daarvoor nodig en wat zegt evidence based eigenlijk wat een goede eerste stap is. Ja. En wat je vaak dus ziet um, is dat cognitieve gedragstherapie vaak een eerste keuze behandeling is. Nou ja. En wat dus ook belangrijk is in die zin is dat de zorg die werkt vaak met een stepped care model. Dus wat we daarmee bedoelen is stel je voor je hebt mentale problemen of een mentale stoornis. Dan wordt eigenlijk gekeken van hé, hey, als jij welke stappen volgt, wat is dan eigenlijk per stap de grootste kans dat het goed gaat. En dat je eigenlijk alleen de, de zwaardere gevallen die komen een tredetje hoger. Ja. Dus hè, de eerste stap is inderdaad, je gaat naar de huisarts en de praktijkondersteuner, die ondervangt gewoon de klachten. Je krijgt tips en tricks mee naar huis en je gaat ermee aan de slag. Nou, de volgende stap kan dus de basis GGZ zijn. En wat je dan vaak inderdaad ziet, is dat um, cognitieve gedragstherapie de meest gekozen behandelvorm is. En daarmee hoop je weer eigenlijk een, een, een stuk daarin te ondervangen. Dus als jij een depressie hebt, of als je een paniekstoornis hebt, is vaak de eerste stap die je moet voltooien, is de cognitieve gedragstherapie. Omdat um, uit onderzoek blijkt dat nou ja, grofweg tussen de 40 en de 60, 70 procent, en enkele 80 procent van De mensen ervaart daar echt forse klachtenreductie van. Ah, nou ja. dat is goed in de psychologische zorg. Ja. Het is, zijn goede cijfers. Ja, dus ik zou zeggen, nou ja, een, mijn ervaring, hè, dat zal niet uh, zou af, afhangen per klassificatie, maar ongeveer de helft van de mensen kan je echt goed helpen met CGT. Ja. En ja, we kunnen het later over hebben wat dat precies inhoudt. Ja. Maar het idee is dan daarna dat de mensen die geen CGT hebben, dan moet je gaan kijken van, hmm. Je hebt de depressie, maar je reageert niet goed op CGT, eventueel een combinatie met antidepressiva. Wat nu? Ja. En dan ga je kijken van, snappen we waarom je niet goed gaat op CGT? En dan wil je eigenlijk veel meer gaan inzoomen, waarom werkt CGT niet? Zijn er andere smaken wat je kan uitproberen of wat nodig is? Of heb je een multidisciplinair behandelteam nodig of hè? Dan ga je ja. eigenlijk veel meer inzoomen op van hé, hey, waarom werkt het niet en wat heb je dan nodig? Ja, want begrijp ik het goed dat je eigenlijk CGT voornamelijk kunt inzetten als je duidelijk een klassificatie hebt. Dus als je duidelijk bijvoorbeeld depressie hebt of als je duidelijk een sociale angst hebt, als je duidelijk volgens bepaalde kwalificaties voldoet, snap ik het dan goed dat dan CGT goed aanslaat, maar als je een mengelmoes hebt met verschillende dingen, dat het dan niet zo geschikt is? Is dat hoe je ernaar moet kijken? Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ja, grofweg Zou je dat wel kunnen stellen, ja. Dus ja. inderdaad, op. Dus dat is ook um, hè, waarom er soms wat onvrede over is. Ik denk nou ja, ten eerste cognitieve gedragstherapie voor een gedeelte van de mensen, of misschien zelfs een groot gedeelte van de mensen, kan het gewoon hartstikke goed werken. Maar op het moment dat het allemaal net wat ingewikkelder en complexer is, dan kan het zijn dat het gewoon net niet goed op jou aansluit. En dan is natuurlijk de hoop dat je met een therapeut of een psycholoog bent die een plan B, C en D heeft. Om te kijken van hé, hey, wat heb jij specifiek nodig ja. uh, met jouw beeld? En wat dus inderdaad soms lastig is, kijk, op het moment dat jij met verschillende klachten of problemen worstelt, uh, of, je, of je herkent je bijvoorbeeld niet in een bepaalde klassificatie, dan kan je een beetje zo net tussen wal en schip vallen. En dan kan er dus een beetje een mismatch ontstaan, waardoor je denkt van hmm. Zit wel wat voor mij, of hmm. ja. het, het slaat gewoon net een beetje de plank mis. Of hé, hey, ik snap wat je bedoelt, maar het voelt toch anders. Dat, uh, ja, dus eigenlijk, dus eigenlijk een ideaal scenario ook terugkomen op de, op de vraag van de, van de luisteraar. Stel dat je een, een duidelijke diagnose, dat er een duidelijk DSM is gesteld, dan zou CGT wel heel waardevol kunnen zijn. En je kwam er net al over, maar we gaan de brug toch gewoon maken. Of wat houdt het in, CGT? Nou, Cgt staat voor cognitieve gedragstherapie en eigenlijk um, nou een veel ge, een veelgehoorde misvatting is dat je bijvoorbeeld naar de psycholoog gaat, komt deze dus uit het freudiaanse tijdperk, denk ik, dat je naar de psycholoog gaat en dat je urenlang praat over de problemen of voorstellingen die je hebt, hè? misschien dat je nog op zo'n bankje gaat liggen en dat je maar eindeloos eigenlijk aan het praten bent over problemen. En dat je misschien jarenlang bij een therapeut bent en dat hij je door en door kent, hè? dat je elkaar net nog geen verjaardagscadeautje stuurt. <laughs> en, uh, en dat je dan eigenlijk, ja, eigenlijk jarenlang aan het ventileren bent en aan het praten bent en een beetje aan het onderzoeken bent. Dat kan soms een beetje het, um, het, de misvatting zijn. Hè? Dat als dat je naar de psycholoog gaat om te praten. Ja. Maar en dat zie je dus uh, vooral bij CGT. Kijk, CGT is eigenlijk een doet-therapie. Dus je gaat er natuurlijk heen om te praten, maar je gaat niet erheen specifiek om te praten van: hé, hey, dit heb ik meegemaakt. En ik heb deze ruzie of deze discussie met een vriendin gehad. En ik voel me een beetje rot en ik maak me hier een beetje druk over. Hè? Alle dingen die in het normale leven spelen. Um, maar dat je dan. CGT is veel meer een doet-therapie. Dus wat je bij cognitieve gedragstherapie doet, is: je gaat eigenlijk kijken van: hé, hey, waar heb je last van? En dan ga je kijken van: hé. Hey, dat je eerst uitleg krijgt over wat dat ziektebeeld inhoudt. Dus stel je voor je hebt het over een depressie... dat noem je dan, dan de eerste stap is vaak psycho-educatie. Dus je geeft uitleg, educatie over het psychologische beeld. En in het geval van depressie, dan moet je er echt aan denken... is dat je, hè, dat je uitleg geeft over van... Hey, op het moment dat je depressief bent... Hè, je eerste neiging is misschien hè, dat je je terug gaat trekken... en dat je veel meer gaat isoleren of veel meer naar de achtergrond raakt... omdat je eigenlijk helemaal geen motivatie hebt om dingen te doen. Maar dan leg je eigenlijk uit van ja... Hè, ondanks dat je die motivatie niet hebt... is gewoon het allerbelangrijkste om dingen weer te gaan doen... zodat je eigenlijk vanzelf die voldoening krijgt... en dat vanzelf die somberheidsklachten verminderen... ondanks dat je dat misschien nu niet gelooft... of ondanks dat dat nu gewoon heel raar of onwerkelijk of onmogelijk voelt. En dan ga je eigenlijk veel meer kijken van... hé, hey, wat heb jij nodig... Om uit die depressie te komen, wetende hoe een depressie vaak werkt. Ja, precies. Want ik denk dat als je 9 van de 10 mensen vraagt met een depressie van hé, hey, uh, wat vind je ervan dat je heel dag thuis zit. Ze weten allemaal dat het niet goed is. Ja. Maar inderdaad, wat heb jij nodig op dat moment? Welke, welke handvaten of welke opstapjes heb jij nodig om dat wel te kunnen doen? Precies. En daar zit zeg maar eigenlijk jullie. Ik zou bijna zeggen magie, maar daar zit eigenlijk jullie kracht. Dat is jullie doel en functie. En Inderdaad, wat ik ook vaak hoor is: van hé, hey, ik ga naar de psycholoog en dan moet je eindeloos praten, 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 praten. Maar dat al dat babbelen en kletsen, ja, dat, dat hoef je niet met de psycholoog te doen. Maar de psycholoog is echt voornamelijk om te kijken bij jou van wat jij nodig hebt ja. om daar te komen. En iedereen, de, en, en elke psycholoog heeft daar zo zijn eigen stijl in. Zeg maar, mijn eigen ervaring met CGT, ik heb het ook wel eens gehad, een paar sessies. En, en, en je hebt daar wel inderdaad ook wel een beetje een klik voor nodig met je therapeut. Want ik herinner me dat dat toen ook gewoon echt heel veel praten was. En, en, en heel erg kijken van, hoe ga je daarmee om? Maar in die vijf uur, uh, ik ben heel erg praktisch. Ik hou van, geef mij een handvat en ik fix het. Ja. Maar ik hoef niet eindeloos heel veel volume tekst te hebben... voor uiteindelijk een zinnetje van, ga dit doen. Ja. Snap je? Dus voor mij werkt een hele praktische psycholoog daarin. Van iemand die zegt van, oké, okay, nou, we zitten hier, wat heb jij Nodig, maar ik kan me ook voorstellen dat, 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 dat je daarin ook een goede match moet hebben met je psycholoog. En dat als je dan niet een goede match hebt en er wordt heel veel omheen gepraat, dat, dat, dan, dat je dan dat soort stellingen krijgt. Kan ik mij voorstellen. Althans, dat was mijn opvatting toen. Ja, wat denk ik daarin ook goed is, Steve, eh, voordat je bij jezelf merkt of ervaart van hé, hey, hier zit een mismatch of dit vind ik niet fijn. Mijn advies zou zijn om dat eigenlijk gewoon altijd te bespreken. Ja. He, als je ontevreden bent over de stijl of de communicatie, he, kijk daarin wat je nodig hebt. En misschien in jouw geval, kijk, of er moet meer nadruk komen te liggen op de praktische zaken en de handvaten. Dat het dus eigenlijk veel minder gaat om het praten, maar veel meer gaat om wat ga je doen. En dat je bij wijze van spreken de praktische opdrachten even doorneemt. Omdat hè, dat je dan daarin gaat kijken van, hé, wat heb je nodig? Wat ga je doen? Wat zijn mogelijke valkuilen en hoe kunnen we die tackelen? Ja. Um, of bijvoorbeeld dat je gaat kijken van, hé, in plaats van een uur lang met mijn therapeut praten of psycholoog, Doe maar een half uur, want dan dwing je eigenlijk iemand om samen te vatten. Jij? <laughs> ja. En niet zoveel eromheen te draaien. Als jij een concentratiespanne van een half uur hebt en je zit daar een uur, dan raak je misschien ook geïrriteerd. Want je denkt, hé, hey, ja. um, eigenlijk val je in herhaling. Ja, precies. Vijf keer. En als dat twee keer is prima, maar he, dat kost me heel veel energie. Ja, en als je denkt inderdaad van, ik wil het bespreken, maar misschien vindt een psycholoog dat erg, um, een goede psycholoog zal dat nooit erg vinden. Want het is juist het de psycholoog wil je helpen. Ja. En het feit dat jij aangeeft wat je nodig heeft, helpt die psycholoog om jou beter te helpen. En aan het einde van de dag wil een psycholoog gewoon dat jij je beter voelt. Zeker. En daar haalt diegene ook voldoening uit. Dus dat is heel belangrijk. Maar cognitieve gedragstherapie, ja, de, de, de naam komt niet uit de lucht vallen natuurlijk. Wat, 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 wat doen jullie precies bij cognitieve gedragstherapie? Ja, dus eigenlijk het, um, het belangrijkste, eigenlijk de focus van cognitieve gedragstherapie, is eigenlijk dat je je focus op gedragsveranderingen heb. en dat op basis van die gedragsveranderingen... wat heb jij nodig om dat gedrag te veranderen? En je hebt dan een verschil eigenlijk tussen gedragstherapie... dat je gewoon zegt van hey, je deed altijd A, ga nu B doen. Ja. Gewoon eigenlijk heel erg um, uh, ja, oorzaak-gevolg. En dan ga je de, bij gedragstherapie ga je er eigenlijk alleen vanuit van... Uit van hey, je moet dingen gaan veranderen en uh, ga dat maar doen. Wat heb jij nodig om die dingen te veranderen? Waarbij bij cognitieve gedragstherapie daar ga je er dus ook eigenlijk vanuit... dat het niet alleen een verandering is van A en B maar dat je hoofd, hè, je cognities, je denkvermogen... dat die ook daarin een verklarende factor zijn... om waarom je bepaalde mentale klachten hebt. Een extra dimensie. Een dus extra niet alleen dimensie. gedrag, maar ook de cognities, de gedachten neem je mee dan. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld ook als je bijvoorbeeld naar een depressie kijkt... kijk op het moment dat jij somber bent of depressief bent... ja, je hebt de klacht natuurlijk, de somberheid en de depressie... maar je hebt ook dat je door de depressie minder dingen gaat doen... Uh, vaak. Dus, en heel centraal is daarin de inactiviteit. Hè. Doordat je somber bent, ga je je terugtrekken. Je gaat minder met sociale contacten um, bezighouden... omdat je er gewoon weinig energie uit haalt. En omdat je misschien ook bang bent dat je mensen tot last bent. Hè. Dus die inactiviteit is centraal. Maar dus ook de cognities die je hebt op het moment dat je somber of depressief bent. Dus op het moment dat je depressief bent... dan kan je ook bijvoorbeeld denken van... Hey, niemand zit op mij te wachten... En ja, ik wil niemand tot last zijn. Of hé, hey, um, het heeft allemaal toch geen zin. De therapie heeft geen zin. Dat eigenlijk alle hoop wegvalt. Of misschien denk je van ja, ik ben toch maar een. een, 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 een ja, niemand zit op mij. Dat iedereen niet op je zit te wachten. Of dat je iets van jezelf vindt. Misschien vind je jezelf waardeloos. Of vind je jezelf ja, een mislukking. Of faal je alleen maar. Yeah. Dus dat zijn eigenlijk ook weer die, die drie componenten. Hè? Dus het zit zowel in de klacht. Als in het gedrag als gevolg van de klacht, als de opvattingen over je gedrag of over jezelf. En die drie elementen, daarin ga je dus in zo'n cognitieve gedragstherapie uh, ga je daarin aan de slag. En het mooie in die zin aan cognitieve gedragstherapie, het is best wel afgebakend. Dus je gaat wel echt naar de therapeut of de psycholoog met het idee van hé, hey, ik ben depressief en daar wil ik vanaf. En uh, dat is vaak. Is dat echt 10 tot 20 sessies, dan sta je weer buiten. En, en hoe in... lang duurt dat 10 tot 20 sessies? Zeg maar vanuit het moment dat je hulp zoekt tot het einde van de therapie? Hoe lang? Want, want meestal kom je dan bij de huisarts. Wij schrijven een verwijsbrief. Ja. Dan duurt het zes maanden, negen maanden. Ligt er een beetje aan. Soms iets sneller, soms langer. Ja. En hoe lang duurt dan die 10 tot 20 sessies? Vaak heb je gewoon wekelijkse sessies van drie kwartier. Oké, okay, dus dan zou je eigenlijk in een jaar of anderhalf? Als je grofweg zes, zes maanden wachttijd gemiddeld pakt... plus, te, plus een derde jaar? Uh, ja, dus dan zou je inderdaad wel verwachten... dat je binnen een jaar um, ah, ja. alles gehad hebt. En natuurlijk kunnen, kan het ook zo zijn dat uh, sommige... Ja, de wachttijden, dat wisselt heel erg per regio... Ja. en per ziektebeeld en waar je naartoe wordt verwezen. Precies. Dus dat... Um, kijk, je kan nu op dit moment niet inschatten... hoe lang de wachttijd ergens is... Daarvoor ja. moet je eigenlijk naar je huisarts gaan en vragen van hey, heb jij daar enig zicht op? Ja, precies. En dan en, kan die gaan kijken van hey, zijn er plekken met mindere wachttijd of, met, ja, of is dit gewoon iets wat het nou eenmaal is, en zul je nou eenmaal moeten wachten? Ja, wat, wat in, jou, in, jou, in jouw werkzaamheden? Want uh, je, je, je hebt dus inderdaad, voornaam ben je bezig met het kerntraject, dus waarin je dus mensen vanuit de kern helpt om van hun klachten af te komen. Mm -hmm. Maar gebruik je ook CGT? Uh, nee, niet per se. Dus dat, het is wel iets wat ik natuurlijk in mijn achterhoofd heb. Kijk, als je kijkt naar de mensen die uh, gebruik maken van uh, het kerntraject... dan zijn dat vaak mensen die ofwel uh, de klachten zijn tussen haakjes... niet erg genoeg om doorverwezen te worden... omdat er niet echt een hele duidelijke insteek is voor een typische klassificatie. Het is gewoon meer een hele woel van verschillende dingen... waarbij dus ook ja, de huisarts de inschatting heeft gemaakt dat dat geen... Uh, geen juiste doorverwijzing is, of dat de kans op succes wat minder is. Of het kan zo zijn dat op het moment dat je naar de therapeut gaat en je hebt cognitieve gedragstherapie, dat je daarin wel hopelijk klachtenvermindering ervaart. En dat je denkt van oh ja, ik snap hoe een depressie werkt. Ik snap dat ik meer dingen moet doen en ik snap dat ik wat anders over mezelf moet denken. En dat weet ik allemaal, maar toch voelt het niet zo. Er mist nog iets. Ja, dus in die zin is cognitieve gedragstherapie best wel een rationele. Therapie. Het is een rationele therapie, het is een do-therapie. En voor sommige mensen, voor ja, een gedeelte van de mensen, is dat genoeg. Maar voor een ander gedeelte, denk je van: hé, hey, rationeel, cognitief gezien, weet ik dat het allemaal zo werkt. Maar als ik onderliggend, dan voelt het toch alsof: hmm, is dit het nou allemaal? Het voelt niet zo. En dan heb je in die groep mensen, kan je nog winst behalen met een andere benadering. Dat dus je denkt: van, hé, hey, ik doe eigenlijk alles wat ik zou moeten doen op basis van CGT, maar toch. Voel ik me nog erg somber? Of toch mist er nog iets? Ja. En dat zijn dus ook vaak mensen die bij ons komen. En dat hoeft niet alleen met een depressie te zijn. Het kan ook met angst zijn. Het kan met langdurige klachten zijn. Het kan met een moeilijk verleden zijn wat je wilt verwerken. Met bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Dus dat, um, ja, het is eigenlijk in die zin classificatie overstijgend. Dus wij houden, ik heb wel de kennis van alle verschillende classificaties... en wat je daarbij zou aanraden en wat je daarbij zou doen. Maar het is niet de main focus. Het is dus ja. meer iets van, hey, een opfrisser. Ja, precies. Een kerncheck is, 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 is meer een andere stroming. Het is een wat bredere stroming die niet denkt in klassificaties, maar denkt van, hey, wie is jouw kern of wat is jouw kern? En, en wat stroomt eruit voort qua klachten? En hoe kun je dat emotioneel vlak onder andere dus behandelen? Um, dus inderdaad, dat kent je. En mocht je thuis zitten en denken van hé, hey, dat kent je, dat klinkt wel interessant, uh, je kan daarvoor, daarover meer informatie vinden op onze website christenijsje.nl/kerntraject. En stel dat je denkt van hé, hey, dit is misschien wat voor me, kun je de kerncheck invullen, zijn wat vragen en dan kunnen wij kijken of het eventueel geschikt is voor je of niet. Maar CGT is wel natuurlijk iets wat meespeelt in het leefgelukkig traject, wat we hebben ontwikkeld. Zeker, ja. En dat is denk ik ook vooral omdat, uh, kijk. CGT heeft soms wel een beetje een negatieve benaming, dat mensen denken van oh het is heel praktisch of het is een do-therapie of het is wat meer klassificatiegericht. en in die zin het klinkt misschien ook gewoon wat minder sexy. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet effectief is, want eigenlijk is het natuurlijk voor op het moment dat je voldoet aan een klassificatie is het het beste evidence-based behandeling die ook nog gewoon praktisch is en in een Relatief weinig aantal sessies, gewoon echt voor klachtenvermindering kan zorgen. Is het de nummer één behandeling onder de traditionele psychologie? Ja. Over nou. het, ja. en en, en, het algemeen wel. Dus het is bijvoorbeeld hè, bij een depressie is het CGT en interpersoonlijke therapie. Maar interpersoonlijke therapie wordt heel weinig uh, gegeven. Maar die, die, die zijn allebei even effectief, bijvoorbeeld. Hè. Bij uh, PTSS dan is het CGT. En EMDR, wat dan even effectief is. Dus soms heb je wel een combinatie van therapieën. En ik denk dat het daarom ook gewoon heel erg belangrijk is voor onze luisteraar. Hè? Want je hoort eigenlijk in de vraag van de luisteraar van, hé, hey, ik krijg dit aanbevolen, maar uh, is dat wat voor mij? Hè? Dus voor de meeste mensen werkt het gewoon heel goed. Alleen het is altijd de vraag van, hé, hey, als het niet werkt, als het goed is, is er altijd een plan B, C en D. Als het voor jou specifiek niet werkt. Ja. En het is altijd belangrijk om dacht te komen, waarom werkt het niet? Hè? Is dat omdat je, uh, zoals jij voor het zegt van hé, hey, de insteek van de therapeut of psycholoog die past niet zo bij mij en wat ik fijn vind en hoe ik graag leer. Of is de therapie te rationeel? Of ben je er te snel doorheen gegaan en heb je jezelf daarin onderschat, heb je, doe je te veel waardoor het niet lukt, waardoor je een faalervaring hebt. Ja. Of, um, of heb je misschien hele zware moeilijke dingen meegemaakt in je leven, waardoor. Het niet lukt om eigenlijk die therapie in hetzelfde tempo te volgen. Ja, ja want, want inderdaad, wat we ook merkten is um, dat, dat er spelen natuurlijk een heleboel factoren zichten is gewoon een super goede therapievorm. Yeah. Alleen om daar te komen moet je een aantal hordes overspringen. En als je depressief bent, bijvoorbeeld, dan heb je motivatieverlies, je bent hopeloos misschien, je hebt weinig energie, je hebt al die dingen die het, die, het voelt een beetje alsof je gewoon. 30 kilo of heel veel ballast heb op je schouders. En dan wordt het nog moeilijker om over die hordes heen te springen om te eindigen ja. bij CGT. Want CGT is gewoon hetgeen wat je nodig hebt als je depressief hebt als eerste stap. Laten we dat, dat even stellen dan eigenlijk. Ja. Je moet natuurlijk wel met een professional praten. Die moet indicaties stellen en dan kom je daar. Maar ook dat is dus onder andere ook de reden dat we het Leefgelukkig Traject hebben ontwikkeld. Wat een traject is dat je eigenlijk vanuit thuis gelijk kunt starten. Een soort van hybride traject. En eigenlijk in twee maanden tijd leert wat jij moet doen. Dus echt puur de handvaten krijgt wat jij moet doen om gelukkiger te worden vanuit jouw kernwaarden. Dus je leert eigenlijk om met die somberheid wat je precies moet doen op dagelijkse basis. Krijg je een werkboek bij, heb je hebt sessies, één op één sessies, ook onder andere met jou. Maar dat is eigenlijk het traject dat we ontwikkeld hebben om te zeggen voor, want heel vaak weten als je bijvoorbeeld, uh, mensen weten ook bijvoorbeeld dat ze somber zijn of depressief zijn. En ze weten dat ze hulp nodig hebben. Maar dan moet je nog de stap zetten naar de huisarts. En dan moet er nog een doorverwijzing volgen. En dan moet je misschien naar de GGZ. Dus stel dat jij je hierin herkent en je zit thuis en je denkt van ik ben somber, ik ben niet gelukkig. Ik weet niet of ik depressief ben of niet. Dan zou je eventueel ook onze depressiecheck kunnen invullen. En die kun je gewoon makkelijk vinden op onze site. Zal ik ook in de beschrijving zetten slash depressiecheck En dat is een check waarin je dus kunt meten hoe hoog jij scoort op het gebied van somberheid of depressie. En afhankelijk van die score kun je dan ook kijken van of je wilt dat je gelijk daar hulp voor krijgt of niet. En of je wilt dat wij meedenken met je of niet. En dit hebben we eigenlijk ontwikkeld omdat de drempel dan zo laag is. Want je luistert dan naar deze podcast. De drempel is zo laag gemaakt dat je eigenlijk vanaf nu letterlijk een paar vragen moet invullen. De optie ja moet selecteren. En dan heb je eigenlijk al professionals aan je zijde die kunnen meedenken met je. En stel dat je zegt, dit vind ik leuk, dan kunnen we je daar ook bij helpen. Dus mocht dit interessant klinken. En dat je denken dat je, of misschien zit je thuis en denk je van hey, ik heb eigenlijk hulp nodig, maar ik zoek dat niet. Omdat de drempel te hoog is. Dan is dit eventueel een interessante route die je kunt bewandelen. En de linkjes zal ik ook in de, in de beschrijving hieronder zetten. Maar eindstand blijft gewoon altijd dat advies. Heb je klachten, ga naar een professional. Of ga bijvoorbeeld, kom, kom naar ons toe en zoek hulp. Ja. Daar moet eigenlijk de insteek altijd op zitten en liggen. Ja, precies. Want kijk, op het moment wat je vaak ziet... op het moment dat jij klachten hebt... kijk, het, als ik bij wijze van spreken... morgen ontzettend somber zou worden... ik denk echt niet gelijk overmorgen van... hé, hey, laat ik naar een professional toe gaan. Ja. Dus op het moment dat je twijfelt om naar een professional te gaan... dan is dat waarschijnlijk het goede moment om al actie te ondernemen. Ja. He, om ook te voorkomen dat met de tijd of zeven dat ze nogal tegenslagen zijn... dat het dan telkens erger wordt. En hè, laten we zeggen dat het begint met van... Hmm, moet ik zorgen of niet zoeken? En op het moment dat je daadwerkelijk die zorg zoekt... en hè, dan kunnen er wat opzaken of robbels onder, op de weg zijn... dan kan het eigenlijk met de tijd, als je pech hebt... kan dat steeds erger worden. En dan kan je denken van, hé, hey, ik wil nu hulp. En als je dan misschien een paar weken of maanden moet wachten... dan voelt dat misschien ook als heel erg oneerlijk of heel erg zwaar omdat je het dan in je eentje moet doen, omdat dan eigenlijk de lijdenslast al heel hoog is. Ja. Dus in die zin zou ik over het algemeen wel adviseren dat als je twijfelt van hey heb ik hulp nodig of niet, he, overweeg dan in ieder geval om die knoop door te hakken en die hulp te zoeken. He, bijvoorbeeld bij, uh, om als eerste stap naar de huisarts te gaan. En dan kan je altijd nog op het moment dat je ergens ooit een intake hebt of wat dan ook, um, dan kan je altijd gewoon nog afzeggen. Dus ook bij ons, he, je kan altijd een gesprek inplannen. En als je denkt, zo van, hé, hey, het, het gaat eigenlijk toch wel goed. Ik heb hulp en de situatie is veranderd. Annuleer gewoon het gesprek. Ik zou wel zeggen, liever annuleren dan dat het gesprek door laten gaan. Gewoon puur omdat ik gewoon een hele drukke agenda heb. Ik weet uit de ervaring dat je er niet van houdt als mensen last minute annuleren. Dus dit is goed advies wat je geeft nu. Minimaal 24 uur van tevoren. Ja, vijf ja. minuten van tevoren is wel lastig omdat ik mijn dag er heel erg op aanpas. Ja. Om altijd beschikbaar te zijn op momenten dat ik een afspraak heb gemaakt. Maar het is meer in de zin van, kijk, om ook in die zin. Je kan natuurlijk gewoon altijd um, die, dingen inplannen. En zeker op het moment dat je iets inplant voor. Ja, als je bijvoorbeeld naar de huisarts gaat en je komt ergens op een wachtlijst. Niet bij mij dus. Maar, <laughs> ja. Dan kan je gewoon ook altijd uh, annuleren op het moment dat het minder is. Ja, wat je eigenlijk zegt is van: hé, hey, door de stap naar hulp te zoeken. Het, überhaupt als je twijfelt of je het moet doen, dan is het vaak een moment dat je het gewoon moet doen. Ja. Maar dat je. Eigenlijk je beschermers en je excuses en weet ik wat voor gedachten erop komen. Eigenlijk zeg van hé, hey, nou ja, ik weet het niet. Maar eindstand, een gesprek met een professional over jouw probleem waar je misschien over twijfelt, zorgt alleen maar voor winst. Er is, je, je gaat er echt niet op achteruit. Het is niet dat je met zo'n gesprek een factuur krijgt van 3000 euro of dat je, dat je een boze arts tegenover je krijgt of een boze psycholoog. Dat is niet zo. Je kan alleen maar winnen door hulp te zoeken. Ja. En op dat moment kan je dan nog wel inschatten: hé, hey, is het erg genoeg om het te doen of niet? Het ja. is dus niet dat je vastzit aan een of andere rugcontract, en, 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 en dat is het absoluut niet. Dus, dus zit je thuis met twijfel, zoek gewoon hulp en kijk dan op dat moment maar van of je door wilt gaan of dat je de behandeling wilt of niet. Ja, zeker. Nou, nou, ik hoop dat we een aantal mensen hebben gemotiveerd. We hebben in ieder geval uh, een hoop verteld over CGT, dus de vraag was: wat houdt dit in en werkt het goed? Wat je dus eigenlijk zei bij CGT kijk je naar cognities en gedragingen. Ja. En daar wil je verandering in brengen. Ja. En werkt het goed? Je zegt dus dat het eigenlijk een van de beste behandelmethodes is. Dus voor de luister die deze vraag stelt van, hey, het is een goede therapie, ga het aan en uh, de kans is groot dat je daar wat aan hebt. Ja, wat denk ik ook mooi is aan CGT is dat het dus ook heel erg, kijk, op het moment dat je voldoet aan een specifieke classificatie, dan is er ook elke keer weer iets anders wat daar de nadruk op ligt. He, dus het helpt ook als op het moment dat je dus voldoet aan zo'n klassificatie om een, een, een soort van een vuistregel erin te krijgen. Dus he, bijvoorbeeld op het moment dat jij somber of depressief bent. Een van de belangrijkste dingen is dat je dingen gaat doen, ondanks dat je somber bent. He, ja. Dus daar komt ook gewoon heel veel nadruk op focus op. He, op het moment dat jij last hebt van he, bijvoorbeeld een paniekstoornis, dan gaat het ook heel erg om. He, dat je die angstcirkel cool gaat doorbreken. Dat je gaat doorbreken van, hé, hey, op het moment dat ik lichamelijke klachten voel, dan, um, dan staat dat eigenlijk gelijk aan flauwvallen of, een, pan of een, um, een hartaanval of bijvoorbeeld he, dat je het gevoel hebt van stikken. Je gaat eigenlijk die associatie doorbreken en ook leren om die lichamelijke klachten te verdragen, zonder dat de angst waar je bang voor bent, dat die uitkomt. Ja. Als je het hebt over bijvoorbeeld een PTSS, dan ga je leren dat je... He, ondanks dat de trauma wat je hebt meegemaakt ontzettend impactvol heeft en herbelevingen zorgt en voor nachtmerries zorgt, je gaat eigenlijk leren dat die herinnering zelf jou niet kapot kan maken. Die heeft geen macht meer over je. Dus je gaat eigenlijk die traumatische herinnering recht in de ogen aankijken, zodat je die dan op die manier kan verwerken, zodat je onderbewustzijn niet je nachtmerries geeft en je herbelevingen geeft om te zeggen van, hey, weet je nog, je moet iets veranderen. En hetzelfde bij obsessief-compulsieve stoornis. Je gaat leren van, hé, hey, op het moment dat jij bepaalde compulsies hebt, bepaalde negatieve gedachten, angsten in je hoofd hebt en dat je als reactie daarop dwanghandelingen hebt, je gaat eigenlijk leren doorbreken dat op het moment dat je die dwanghandelingen uitvoert, voert, um, dat, dat die angst waar je zo bang voor bent, dat dat uitkomt. Ja, dus nee. het is eigenlijk heel, um, heel, heel erg klassificatiespecifiek. Dus op het moment dat jij ook. Voldoet aan zo'n klassificatie en dat je er ook in herkent, dan is die kans gewoon echt heel reëel dat je uh, daar klachtenvermindering van ervaart. Nou, klinkt als een heel avontuur. Zit je thuis, twijfel je? Nou, ik zou zeggen, ga dit avontuur aan bij een therapeut en dan merk je het vanzelf wel. Ja. Maar neem van ons maar aan dat CGT inderdaad goed werkt en uh, de onderzoeken die ondersteunen dat, de wetenschap. Oké, okay, ik denk dat we dat uh, dat we, antwoord, uh, dat we wel antwoord hebben gegeven op de vraag. Heb jij nog een tip van, uh, tip van de week? Um, mijn tip van de week is dat op het moment dat jij uh, bepaalde klachten hebt, om dus voor jezelf te gaan kijken van hey, uh, wil ik hulp zoeken of niet. Ja. Hè? Dus inderdaad, op het moment dat jij al een half jaar of een jaar of jaren tegen klachten aanloopt, stel jezelf dan ook de vraag van hey, wat zou ik ervan vinden om nog een aantal jaar met deze klachten rond te lopen, zou, heb ik er vertrouwen in dat ik dit allemaal zelf aan kan of niet? En als het antwoord is nee, dat heb ik niet, dan is dat. Dan is het nu vandaag dit moment, deze seconde dat je dit luistert, kan een afweging zijn om te kijken van, hey, wil ik daar wat mee? En op het moment dat je dus al wat therapieën achter de rug hebt, hè, dan is het misschien een hele goede om jezelf af te vragen van, hé, hey, um, heeft het gewerkt? Zo ja, waarbij heeft het gewerkt? Heb ik een bepaalde opfrisser nodig? Of uh, als het niet heeft gewerkt, heb ik enig idee waarom het niet heeft gewerkt en wat ik dan wel nodig heb. Ja, oké. Okay. Nou, actie van de week is het geworden? Ja. Uh, ja. Dus uh, zoek hulp als je twijfelt uh, of als je langdurig tegen iets aanloopt waar je vanaf wilt. Ja, zeker. Daar komt het op neer. En, uh, en mocht je dat bij ons willen doen, dan kan dat. De linkjes staan in de beschrijving hieronder. Kan uh, via de depressiecheck of de het CANTY Act. Oké. Okay, nou, ik wil je bedanken voor je aanwezigheid weer en uh, voor jou als luisteraar. Bedankt weer voor het luisteren. Vergeet niet een beoordeling achter te laten op deze podcast. Dat kan in de vorm van sterretjes of duimpjes of hoe je dat ook wilt doen. Reacties vinden we ook altijd leuk om te kijken. En wat we ook steeds vaker merken is dat deze podcast steeds vaker gedeeld wordt. Dus ken je mensen in de omgeving die hier wat aan hebben? Familie, vrienden of bekenden? Stuur dan deze podcast ook door. En denk je dat er in jouw netwerk mensen zijn die hier ook wat aan kunnen hebben? Dan kun je ook altijd deze podcast delen op je social media. Dat helpt in ieder geval dat deze podcast bij de juiste personen komt. En we daarmee ook meer mensen kunnen helpen in Nederland. Ja, voor nu zou ik zeggen: bedankt voor het luisteren. En uh, dan weer tot de volgende week. Tot de volgende week.